verrassing komt dit keer van beide kanten. Bij de koning op tv-visite, zometeen in de Droomfabriek. Installeer een rookmelder. Vraag meer info bij de Stichting voor Hulp aan Zwaar Verbranden of bij de ABB-agent in uw buurt. Ik kan me nog nauwelijks indenken hoe het zonder zou zijn. Opstaan, in bad, ontbijt, de dag door en dan die lange avond vol gezelligheid. Aardgas is zuiver comfort. Cijfers en feiten over rationeel energiegebruik en verwarmen met aardgas. Onderdak. Vrijdagavond om 8 uur op TV2. En zondagavond om 6:10 op TV1. Scherk je van mijn voeten, eerst fluit je voor geen fout en dan begint je in de boekje te krabben. Waarom ben ik geen echte scheidsrechter? Heb ik vorig jaar door te krabben deze gastrol gewonnen en nu doe ik weer mee aan de wedstrijd. En wat moet je daarvoor doen? Naar de nieuwe reeks van de kampioenen kijken en dan bij uw dagbladhandelaar een krabkaart afhalen. Bij ons Carmen? Of uit dit weekblad halen en gewoon wachten op uw prijzen. Prijzen? Ja, speel mee in FC de Kampioenen en word misschien miljonair of in een van de duizenden cd's. Haal je deelnameformulier bij je dagbladhandelaar en in Dag Allemaal. Mama zoekt samen met zo'n lief een nieuwe papa. Sure got crafty taste in boyfriends. You mind me saying something to you that might sound rude? Lady, you got more courage than you got common sense. You got one sweet thing, baby. It's just the sight of you. It makes my dick hard. I will not referee! Robert De Niro als papa in This Boy's Life. En tot aan die schitterende film, dames en heren, kijken we met z'n allen hier op TV1 naar de eerste aflevering van een nieuwe reeks Droomfabrieken. Rani de Koning en Sabine Vos praten de dromen aan elkaar en ze hebben ongetwijfeld heel wat verrassingen in petto. Het wordt zeker een bruisend spektakel en ik vraag me af of Sinterklaas ondertussen de weg naar het Amerikaans theater heeft gevonden. Is dat hier de Droomfabriek? Ja, dat is hier, maar je gaat u moeten naast, ze gaan direct beginnen. Ah, bon. De gezonde kracht van Alpro. Maar natuurlijk ook u thuis van harte welkom in deze eerste rechtstreekse aflevering van de Droomfabriek. Ik kan alleen maar hopen dat de Sint u niet in de kou heeft laten staan, zeker voor jullie jongens en meisjes. Maar mocht dat het geval zijn, dan is er vanaf nu elke vrijdagavond en dat 13 weken lang een nieuwe aflevering van de Droomfabriek. En u zal het merken, er is eigenlijk niet zoveel veranderd. We hebben nog altijd een ster voor 3 minuten, een studiowens en net zoals het vorig seizoen ook een stunt op het einde van elke aflevering. En ik kan u verzekeren, Rani, ze zijn nog spectaculairder dan de vorige keer. Inderdaad, we hebben ook weer een spel. Meer details krijgt u straks van Sabine, maar ik vertel u alvast het belangrijkste. En dat is dat al wie een naam heeft, een voornaam en een woonplaats, zomaar eventjes een reis voor 2 personen naar Kenia kan winnen.
En het allerbelangrijkste, dat zijn natuurlijk uw dromen. Laten we maar meteen eens kijken welke dat vandaag zijn. Anne Rijngaard uit Hemiksem bezorgt haar man een romantische verrassing. Het Olens Tiroler Orkest breekt internationaal door. En Edwin uit Heist op den Berg bestuurt een heuse Formule 1-boot. Er zitten weer straffe dromen tussen dus. En de eerste komt al meteen van een al even straffe gast. Uw applaus graag voor Bart Peters. Dag Bart. Ga zitten, jongen. Ga zitten. Ja, Bart Peters, ondanks jouw naam is dit toch je eerste optreden in de Droomfabriek, hè? Ja. Hoe oud ben jij eigenlijk? 9 jaar. Je had een briefje geschreven naar de Droomfabriek. Wat stond daarin? Ik wou graag een gebouw opblazen. Doe maar eventjes een gebouw opblazen. Ja. Ja. En hoe zag je dat dan precies? Met veel lawaai en veel stof? Veel dynamiet. Veel dynamiet. Je zou er zowaar de klus van kwijt geraken, hè Bart? En het is allemaal gelukt. En welk gebouw heb je mogen opblazen? Het was de Droomfabriekschool. De schouw van de Droomfabriek dan nog wel. En wat moet Zwarte Piet dan doen in de toekomst? Langs de deur. Ah, ja. Ja, oké, we zullen het hem zeggen. Ja, het heeft ook wel een serieuze knal gegeven, zeker? Ja, een heel luide knal. Een heel luide. Wel, als Bart Peters zegt dat het een knal zal geven, haal dan maar uw oordopjes al boven. De Droomfabriek met Bart Peters. Bart Peters is vandaag abnormaal vroeg. En dat nog wel op zijn laatste werkdag. Vandaag neemt hij de schouw van de Droomfabriek onder handen. Er wordt geschat. En er wordt gemeten. Voor het vuile werk heeft Bart een meestergast, Rick. Pak dat daar vast. Wacht, hier op dat klepje doen. Rick is een handige jongen en van alle markten thuis. Allee, Rick, dynamiet. Uit een vliegende doos haalt Bart een staaf dynamiet. Tuub na tuub wordt de dynamiet in de schouw aangebracht. De spanning is te snijden. En de lont ook. Niet oplopen, hè, Odindra. De grootste middelen worden ingezet. Vakkundig wordt het terrein afgebakend. Zou iedereen de zone vanaf nu willen ontruimen? Al diegenen die geen taak meer hebben, alsjeblieft nu de zone beginnen ontruimen. Dank u. Neemt geen risico's. Aandacht, over 5 minuten ontploffing. Hugo Michiels, is uw zone vrij? Over. Alles is hier op het moment stil. We kunnen beginnen. Over. De zone is volledig ontruimd. Over 2 minuten volgt de explosie. En dan gebeurt het. 5, 4, 3, 2... De schouw van de Droomfabriek gaat tegen de vlakte. En Bart Peters doet, als naar gewoonte, weer heel wat stof opwaaien. Yep.
één keer en nu het grote werk. Nee, dynamiet! Het was echt zoals in de film, hè? Ja. Ja, nu in de film krijgen ze daar soms een Oscar voor, hè, voor dergelijke effecten. Maar bij ons worden die beloond met een beertje. En wie kan je dat op een dag als deze beter komen geven dan Sinterklaas? U kan ook elke vrijdagavond een klein beetje Sinterklaas spelen door te reageren op onze oproepen. Maar vooraleer ik de twee mensen van vandaag aan u voorstel, leek het ons wel een goed idee om eens te kijken naar een paar resultaten van oproepen van het vorige seizoen. Sophie Lapeyre uit Ingelmünster deed een oproep voor haar turnclub De Salto's. Zij hadden nood aan honderden tennisballen om echte tumblingmatten te maken. Steeds hoger en verder springen is hun grootste plezier. De Hagewinde, een Lokerse instelling voor bijzonder onderwijs en sociale opvang, zocht muziekinstrumenten voor haar anti-herrie-orkest. Ruim 200 kijkers gaven een instrument weg. Dat maakt het anti-herrie-orkest bijna zo groot als de Proms. Toen Evie en Lies bij de Droomfabriek aanklopten, hadden ze enkel een naam voor hun toneelgroep, de Strontvliegen. Door hun guitige oproep vonden ze een regisseur, acteurs en zangers, decorbouwers, licht- en geluidsmensen en publiek. Ze brachten de kindermusical Ratten driemaal voor een uitverkochte zaal en met overdonderend succes. We kunnen alleen maar hopen dat u ook dit seizoen overweldigend gaat reageren op onze oproepen. Laten we maar meteen eens kennis maken met de dames. Het zijn twee dames die dat vanavond gaan doen. En de eerste is mevrouw Chris Verdijk. Welkom. Goedenavond. U bent onthaalmoeder in Schoten. Ja, wij zijn in dienst van 42 onthaalmoeders in Schoten. En wij hebben per dag 239 kinderen gemiddeld. En jouw oproep aan de mensen heeft daar iets mee te maken, hè? Ja, ik had heel graag een spelotheek voor onze kinderen begonnen. Een spelotheek? Ja, dat is hetzelfde als een bibliotheek, maar dan met speelgoed. Mm-hmm. En daarom is onze oproep van speelgoed bijeen te zamelen. Ja, hoe oud zijn jullie kinderen gemiddeld? Tot 6 jaar, maximum tot 6 jaar. En waar kunnen de kijkers zo kinderen tot 6 jaar plezier mee doen? Puzzelmatten, tunnels, schommels, zandbakken. Allemaal grote stukken speelgoed, vooral dat we zoeken. En waarom moet dat groot zijn? De kleine stukken kunnen we zelf aanschaffen, maar de grote stukken zijn nogal duur om aan te schaffen. Ja, dus zandbakken, tumblingmatten, springballen. Laat uw fantasie maar werken, mensen. Alles wat u nog ook maar ergens staan heeft van speelgoed dat u kwijt wil, u kan het aan de onthaalmoeders uit Schoten schenken. En u kan daarvoor vanaf nu beginnen bellen naar onze telefooncentrale. Welkom jullie ook allemaal. En u kan dat doen tot 10 uur na de uitzending op het nummer 070-344-566. Et voilà, we zijn al vertrokken. Goed begin. En ik laat u nu heel graag ook kennis maken met onze tweede oproepster van vanavond. Dat is mevrouw Renhilde van Sanden. Dag Sabine. Welkom. Jouw oproep doe je eigenlijk samen met je echtgenoot? Ja, dat klopt. Vertel het maar. Wij zijn namelijk op zoek naar foto's en negatieven van oude motorfietsen. Maar wel oude foto's van 1900 tot 1970. Jullie zijn zelf ook lid van een motoclub? Ja, dat klopt. Hebben zelf ook motors? Wij hebben enkele motors thuis. Jullie hebben al wel foto's, hè? Wij hebben er enkele, maar zeker nog niet genoeg. Ja, wel, ze heeft er ook een paar meegebracht. U kan die ondertussen in beeld zien.
Vertel eens wat jullie daar precies mee van plan zijn met die foto's. Wij zijn van plan van een fotoboek op te stellen met die foto's. Geen technisch boek, wel een plezant kijkboek met een kleine uitleg over het beroep van de mensen, wie op de motorfiets zit en zo verder. Het mogen dus heel persoonlijke foto's zijn, dat klopt. Liefst met een verhaal erbij. Liefst wel. Hè? En nog één belangrijk detail, dames en heren. U krijgt de foto's ook zeker allemaal terug thuisgestuurd. En, dat is ook nieuw, vanaf nu heeft u misschien wel een van deze twee dames, dus ofwel Reinhilde ofwel Chris aan de lijn, als u belt op het nummer 070-344-566. Jacques Pijpen, wat is dat hier allemaal? Volop in repetitie. We hebben vanavond namelijk een Spaans nummer. Wie is wij? Wie is wij? Wacht, eens kijken. Ah, Margriet Hermans. Margriet Hermans. Emile Goele. Koen Krukke. En wat staat dat paard hier te doen? Ah, dat is toch geen paard. Dat is een borriquito. Dat is een ezeltje. Ah, en wat staat hij hier dan te doen? Omdat hij straks met mij samen zal optreden. Borriquito, een ezel. En ik denk dat dat zelfs een paard is dat morgen een kans heeft in Sterrebeek, het nummer 12. Serieus? Ik kan het misschien nog inzetten dan? We houden het tussen ons, hè. Dat is goed, jong. Het is niemand die dat weet. Shh. Jacques Pijpen en een ezel, ik houd mijn hart alvast. Maar daarentegen, een droomreis naar Kenia. Ik kan me inbeelden dat ook wel heel veel mensen daar stiekem van dromen. En wij kunnen die droom werkelijkheid maken. U thuis kan een 16-daagse reis, safari inbegrepen, naar Kenia winnen. Gewoon door te kijken en nu toch wel alvast uw identiteitskaart erbij te halen. De rest leg ik straks wel uit. Maar we hebben ook een studiospel. En dat heet heel toepasselijk het dromenspel. Het heeft dus alles te maken met waar u van droomt. En we zijn ook de straat opgetrokken om het u gewoon persoonlijk te gaan vragen. We spelen het spel in 3 rondes. De winnaar van de eerste ronde gaat naar de finale. Winnaar van de tweede ronde ook. En dan, ja, wie gaat winnen kan ik nog niet voorspellen natuurlijk. Laten we maar meteen eens kennis maken met onze eerste twee kandidaten. Ik stel heel graag aan u voor Aldo Marcino en Els van der Hoeven. Ja, we spelen dus telkens met 2 koppels. Els, misschien kan jij eens zeggen welke relatie je hebt met Aldo? Ja, dat is mijn man, Aldo. Ja, ik vraag het aan hem, want hij is niet van Belgische origine, nee, hè? Nee. Maar Aldo, jij spreekt Nederlands ook? Klein beetje. Of moet ik zo alles in het Italiaans beginnen vertalen? Italiaans. Ja, dat zou een klein beetje moeilijk worden. Ik wens jullie alvast heel, heel veel succes tegen deze mensen. En dat zijn Nathalie van den Borre en Jan Blomme. Jullie hebben samen een bakkerij. Ja. Dan hebben jullie toch morgen wel een dagje vrijgenomen? Nee. Toch niet. Nee, dat is opstaan om hoe laat? Om 1 uur. Om? 1 uur. 1 uur vannacht? Ja. Ja. Ja, dan ga je beter niet gaan slapen. Zo. Goed, hoe gaat het spel niet in zijn werk? Wij hebben telkens een vraag die we dus aan de mensen op straat hebben gesteld. Koppel 1 mag dan een percentage geven, koppel 2 mag raden of dat meer of minder zou zijn. We gaan meteen de proef op de som nemen met onze eerste vraag. Hoeveel procent van de door ons ondervraagde Vlamingen droomt ervan om eens een groot gebouw op te blazen? Oh ja, als ik niet zo gerakt werd bij jou en andere mensen niet zo gerakt zijn, dat is gewoon hoor. Als dat zo een lelijk gebouw en een oud gebouw zijn, waarom niet? Op de knop duwen bedoel je dan? Ja, voor de kick, de spanning, de... Ja, voor de kick. Ik vind het wel, als je dat zo in een film ziet zo en dat zou goed kunnen doen, dan moet het wel tof zijn. Op knoppige TV, ja. Ja? Hoe gaat dat dan, denk je? Boom. Ja, dat wel, daar ben ik voor te vinden, ja. Als ik dat zelf nog mag kiezen, dan ben ik daar voor te vinden. Nee, dat ligt mij ook zo niet eigenlijk, nee. Heeft u niks anders van... Dat lijkt me wel iets, ja. Parlement of zo. Boom doet, dat hebben we daarnet bij kleine Bart Peters wel gezien. Ik vraag mij af, Aldo, wat denken jullie ervan? Welk percentage van de, heel belangrijk detail, door ons ondervraagde mensen zou dat wel eens willen doen, zo'n gebouw opblazen? 65. 65 procent, dat wordt genoteerd. Ja, daar wordt de druk overlegd bij Jan en Nathalie. Minder of meer? 65 procent zeggen zij. Wat denken jullie? Meer, minder? Meer. Meer. Meer dan 65 procent, er hangt de reis naar Kenia vanaf. Het juiste percentage, dames en heren, was 37 procent. Ja, dat betekent... Dat betekent...
betekent helaas, Jan en Nathalie, dat we jullie met een beertje van de Droomfabriek naar huis moeten sturen. En Aldo en Els zien wij zo meteen terug in de finale ronde. Ik heb het u al even gevraagd daarnet. Ik hoop dat u hem ondertussen heeft gevonden. Uw identiteitskaart. Want ook u thuis kan elke week zo'n 16-daagse reis naar Kenia winnen. En u ziet het rad. U herkent het nog wel van de vorige keer, denk ik. Ik ga er al meteen maar een draai aan geven. Wat moet u nu doen? Wel gewoon op uw identiteitskaart kijken of de drie letters die in de loop van de uitzending getrokken worden overeenkomen met uw naam, voornaam en woonplaats. We gaan naar het midden van het alfabet. Naar de... Ja, toch. Hij twijfelde even, maar het is de H geworden. Heet u bijvoorbeeld Herman of Huismans met uw familienaam of woont u in Halle? Zeker blijven kijken, want we trekken zo meteen nog twee letters. Zij komen niet in aanmerking, Anne Rijngaard en Erik de Winter. Welkom allebei. Goedenavond. Wat zijn jullie van elkaar? Wij zijn man en vrouw. Goed, ik heb daar niks op tegen. Anne, jij had de brief geschreven aan de Droomfabriek, maar het was eigenlijk voor Erik, hè? Ja, ja. Ik wou Erik de verrassing van zijn leven bezorgen. Ja. Ik wou me laten vliegen met een zeppelin. Met een zeppelin? Ja. Had je ooit al gevlogen, Erik? Ja, vroeger, maar dat was al 20 jaar geleden. Dan ben ik even over en weer naar Ierland geweest. Maar niet met een zeppelin, veronderstel ik. Maar die hebben we wel gezien aan de zee. Dat die regelmatig over en weer kwamen en heb ik wel eens gesuggereerd, dat zou ik ook wel eens willen doen. Ja, ja, ja. Nu, het moest een verrassing blijven. Ja. Was dat moeilijk? Dat was heel moeilijk voor iedereen. We hebben maanden moeten zwijgen. We waren blij dat het voorbij was. Ja. Ja. Het is allemaal gebeurd in Duitsland, heb ik mij laten vertellen. Hoe heb je hem dan in Duitsland gekregen? Ja, hij moest een pakketje gaan afhalen op de luchthaven voor een schoonbroer van mij. En dat was niet zo gemakkelijk, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Ja. Ja. Wat had jij dan zo gezegd wat jouw schoonbroer niet had? Ja, het eerste de kennis van het Duits. En het tweede, ik heb een tweetal jaar geleden een cursus gevolgd in samenwerking met de VDAB voor expeditie in de havenbedrijven. Ja. En daar had ik dus de theoretische kennis van de formaliteiten voor douane, et cetera. Ja, 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 ja. Dus dat was het excuus natuurlijk. Ja. En waar was jij, zo gezegd? Ik was gaan werken. Jij was gaan werken? Ja. Wel, ze heeft er serieus moeten voor liegen, maar Erik die kon toch maar lekker vliegen. Ja. Ah, zijn ze vertrokken? Oké. Okay. Pieter, vangen ze aan met een afvullen. Ja, alles klaar. U hebt het gehoord. Anne bevindt zich in Duitsland. Het moederland van de Zeppelin. Voor echtgenoot Erik is Anne gewoon naar kantoor. Maar eigenlijk bekokstooft ze in Mülheim de verrassing van zijn leven. Op haar vraag wordt een gigantisch vluchtschip met helium gevuld. En ondertussen doet Anne in het geheim bizarre inkopen. Een zeppelin opblazen is een kwestie van veel gas, veel geduld en veel volk. Een sympathieke zigeunerviolist wordt aangesproken en meebetrokken in het complot. De zeppelin is klaar. En Anne bijna. Hallo. Guten Tag. Bayer. Herzlich willkommen, mein Name ist Bayer, ja. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Bayer. Ja, guten Tag. Guten Tag, Erik. Das ist Familie Erik, ja, das ist ja. Herzlich willkommen. Woher kennen wir uns? Ja. Ja, ich weiß es nicht. Nee, wissen Sie nicht? Nein, ich weiß es nicht. Ja, aber hier ist eine Überraschung für Sie. Ja? Ja, eine große Überraschung. Das ist eine große. Ja, was machen wir hier? Ja, lassen Sie sich überraschen. Ja. Raus. Möchten Sie mal damit fliegen? Da? Ja, warum nicht? Ja? Ja, das ist meine Frau ist auch. Wer ist da drin? Ja, meine Frau.
Goed in? Ja, in toch? Och, baas, je moet ook een vrouw kan komen. Ze eten, ze moest gaan arbeiden gaan ooit. Is dat naar het bureau gaan, morgens? Ja. Oh, lala, de muziek. Muziek. Moest ik dat aanstaken, ja? Moest dat voor mij? Ja, ja. Dat had ik naar je vader verwacht. Zachtjes stijgen Erik en Anne naar de zevende hemel. Bij de kus gestopt. Er is misschien nog van alles gebeurd, maar dat is dan niet voor familieprogramma's bestemd. Bedankt voor jullie brief. En ja, het was een heel mooi filmpje. Geef ze nog een applaus. André Gaat en Erik de Winter. We krijgen natuurlijk ook heel veel muzikale dromen van u binnen, dames en heren. Vandaar dat we in elke uitzending een ster voor 3 minuten hebben. En vandaag is dat Alain Manger. Welkom, Alain. En u mag misschien zo wel eens een applaus geven. Ja! Alain, jij werkt als bediende, maar ik heb mij laten vertellen... Wat is jouw hobby? Baseballen. Ja. Ik heb mij laten vertellen dat jij je daar wel af en toe eens durft laten verleiden tot enig karaokegezang. Dat klopt, dat hebt u goed vernomen. Ja. Eens maar per jaar organiseren wij een karaoke en dan daar durf ik wel eens wel uit de pan gaan. Ja. Hier gaan we alles behalve karaoke doen. Hier wordt alles live gezongen, wil ik toch wel even benadrukken. En jij wou dat heel graag doen met jouw grote idool. Wie is dat? René Vroeger. Waarom René Vroeger? Wat maakt hem anders dan de anderen? In weinig woorden, formidabel, fantastisch, een goede zanger. In weinig woorden, zegt hij dan. Wel, we hebben speciaal voor jou en voor u een heel speciale René Vroeger Droomfabriek medley gemaakt. Want u weet het, in Nederland krijgt u zonder enig probleem het Ahoy, het Feyenoordstadion vol, avond na avond. En ook in Vlaanderen is hij zeker geen onbekende, integendeel. Mag ik daarom uw gigantisch applaus voor Alain Manger en René Vroeger! But every time I wake up, you are always there. Kisses that you wait, I want. I think this must be heaven. This is far too much. Yes. Oh, wild weather, oh, wild weather. Two hearts in perfect harmony. Yes. Wild weather, wild weather. We get this everlasting chemistry. Come. And close your eyes and listen to the sound of making love and sparkling champagne. Yeah, 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 yeah. Woo! Wild weather,
Wisten we dat hij iets wou doen met René Vroeger, dat is bij deze ook gebeurd. En van dit meisje hier weet ik dat ze jarig is vandaag. Wie? Ja. Wie ben jij? Justine. Justine? Ja. En hoe oud word je vandaag? 6. Proficiat, Justine. Dit is alvast voor jou. Maar kom nog eens met me mee. Kom, we hebben nog een grote verrassing voor jou. Je had ons een briefje geschreven, hè? En daarin stond dat je op je verjaardag heel graag pannenkoeken met iemand wou eten, hè? Iemand van wie je grote, grote fan was. Wie is dat? Samson Hart. Samson en Gert. Goh. Kijk eens wie er daar zit. Wie een heleboel pannenkoeken heeft voor jou. Kijk eens. Kom maar even mee, kom. Jij mag op deze stoel zitten. Ik zal je even helpen. Kom. Dag, Justine.
Dat moet ik eens iets zeggen. Gertje, die heeft zo'n beetje heel veel zo koekjes in een pan gemaakt. Nee, en ik ben hier heel veel pannenkoeken speciaal voor jou aan het bakken. Ja, maar dat bedoel ik, zeg. Ja, wacht. En ik heb eigenlijk nog heel belangrijk nieuws voor jou, ja. Justine. Want jij bent eigenlijk niet de enige die vandaag jarig is. Nee, er is nog iemand jarig. En dat is... Samson is jarig vandaag! Proficiat, Samson. Proficiat. Los, en daarvoor mag Gertje altijd maar zo kannenpoeken. Nee, pannenkoeken. Maar dat bedoel ik, Gertje. Ja, het is dus eigenlijk een beetje dubbel feest vandaag, ja. Heraan. Ja. En ik ga mee profiteren. Ik wil ook een pannenkoek. Ja, ze zijn lekker, hoor. Maar ik zal er alleen geen... Gertje, ja, Gertje, mag ik eens iets vragen? Vraag eens iets. Maar Gertje, moeten wij zo voor Justine niet dat liedje zingen zo van de gorilla? Wat, van de gorilla? Ja, Gertje, zo van lang zal ze leven in de gorilla. Nee, lang zal ze leven in de gloria. Mama, dat bedoel ik eigenlijk, Gertje. Als we dat toch tweejarigen hebben, dan kunnen we beter zingen van lang zullen ze leven. Ja. Zingen jullie mee dan? Ja. Ja? Oké, zing. Ja. Dan proberen we het. Zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria. Mogen wij nu al een beetje eten zo? Ja, maar je natuurlijk, hebt toch niks natuurlijk. Eten? Natuurlijk. Ja, dankjewel, Gertje. Als dat geen verjaardag wordt om nooit meer te vergeten voor Justine. Het kan voor de twee koppels die nu klaarstaan ook een onvergetelijke avond worden. Want zij maken kans om eventueel die reis naar Kenia te winnen. Ik ga ze meteen aan u voorstellen. Het eerste koppel zijn Serafin Ferket en die andere is Bach. Ik neem aan, ik kan mij natuurlijk vergissen, maar ik ga ervan uit dat jullie gehuwd zijn. Jazeker. Hoe lang al? 24 jaar. Dus volgend jaar feest? Ja. Het zou wel leuk zijn mochten jullie dat feest in Kenia kunnen doen. Zo'n mooie droom zijn. Ja, ja, maar ik gun het natuurlijk de andere kandidaten evenveel. En dat zijn Simon Pirlet en Noëlla Vaas. Wij zijn zeer breeddenkend. Zijn jullie ook een koppel? Nee, wij zijn schoonzussen. Nee. Hoe komen twee schoonzusjes hier samen terecht? Oh ja, wij waren samen gaan winkelen. En toen we naar huis gingen, stak er een briefje van de Droomfabriek achter de ruitenwisser van mijn auto. Ja, want jullie hadden een sticker op de wagen gekleefd. Ja. Hè? Het is dus inderdaad altijd zo dat één persoon iemand anders mag meenemen. Ik heb dan toch nog een klein vraagje. Gesteld dat jullie de reis zouden winnen, gaan jullie dan ook samen? Ja, dan gaan we samen. Ja. En zitten de echtgenoten in de zaal? Ja. Eentje ervan, ja. Ja, en zijn die daarmee akkoord? Die moeten. Die moeten, ja. Oké. Wel, ik ga jullie maar meteen onze tweede vraag van vanavond voorleggen. Hoeveel procent van de door ons ondervraagde Vlamingen droomt ervan om een cake te mogen gaan eten bij Rosa en Modest? Bij Rosa en Modest cake mogen gaan eten? Wees Rosa en Modest. Ja, ja, natuurlijk. En dat zeker. Ik ben aan het denken, ja, ik zal wel willen doen, ja. Ik denk dat Rosa wel meest... genoeg te vertellen zal hebben, dat zij ons zeer onderhoudend zal bezighouden. Nee, ja, dat zou ik niet zozeer. Nee, ja. Dat vind ik tof. Dat zou ik, ja, ja, dat zou ik eventueel, ja. Modest en Rosa. Ja, ja, wat zou ik meebrengen? Een lekkere taart? Ja, ik weet het ook niet goed, een lekkere taart. Cake is er al, hè? Ja, ik ga wat praline meebrengen of zo. Dat moet tof zijn. Ja, grappig. Ja, dat wil ik ook wel eens doen. En meezingen. Jij moet de cake maken. Welke? Applecake. Ja? Ja. Ah ja, de cake. De cake. Ja, man, ik zie op tv dat Rosa dat heel goed kan bakken. Ik zal waarschijnlijk je meebrengen. Ik zal van de haren eten. Is dat alles? Dat is. Je bent er al vanaf. Je bent kevrie wel bedankt. Dat is heel goed.
Hij mag er dan al wel vanaf zijn, maar voor jullie vier begint het nu nog maar natuurlijk. Hè. Jullie mogen als eerste een percentage geven. Wat denken jullie? Hoeveel procent van de door ons dus ondervraagde Vlamingen zou het wel eens gezellig vinden, zo een namiddagje bij Rosa en Modest op de cake gaan? 90%. Jij beslist dat zo precies autonoom, Serafijn? Ja, dat is echt een... Er is over 90%. 90%? Ja. Dat is veel, hè? Ja. Simon en Noëlla, meer of minder dan dat? Ik denk minder. Minder dan 90%? Wat denkt u ervan? Ik weet het natuurlijk. Het juiste antwoord is 34%. Dat betekent... Dat betekent, Serafijn en Dian, jullie een beertje. En bedankt voor het komen. En hen twee zien we straks terug voor onze finale ronde. De letter H staat er nog van de vorige keer. Dat betekent dat we toe zijn aan de tweede letter. Ik hoop voor u dat het geen X is of zo, want dat zit er natuurlijk tussen. Heeft u uw identiteitskaart bij, want als u de H daarnet al had, dan bent u in de running om ook zo'n reis naar Kenia te winnen. We gaan helemaal naar het begin van het alfabet, heb ik de indruk. Naar de... Nee, de... Nee. Yeah, hij aarzelt, dan gaan we hem gewoon nog een draadje bijgeven. De moderne techniek, hè? Ja. En durf nu niet terug op hetzelfde komen staan, hè? De H misschien? Nee. Nee. We eindigen waar we vorige keer bijna zijn geëindigd, bij de G. Heet u bijvoorbeeld George of Goossens met uw familienaam? Woont u in Genk of Gent? Zeker blijven kijken, want dan heeft u al twee letters juist. Straks trekken we de derde. Bij mij zit Walter Latouwers uit Olen. Morgen denk ik wereldberoemd in Vlaanderen, dat dorp. Walter, neem jij overal jouw trompet mee naartoe? Nee, niet altijd. Vandaag heeft dat te maken met de droom van het Olens Tiroler Orkest. En die heeft alles te maken met je hobby, hè? Inderdaad, ik ben leraar muzikale opvoeding. En we hebben een amateurorkest samengesteld met allemaal jongens uit de fanfare van Sint-Jozef Olen. Mm-hmm. We gaan regelmatig optredens verzorgen. Maar onze droom was eigenlijk van eens mee te maken hoe het gaat in zo'n immense show zoals Muzikantenstadel in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Wat is dat voor een programma? Dus dat is het grootste muziekprogramma dat in Duitsland wordt uitgezonden, simultaan in Oostenrijk en Zwitserland. Mm-hmm. En allemaal grote orkesten mogen eraan deelnemen. Ja. En wij zijn daar als eerste Belgen gelukkig mogen eerste via Belgen. De Droomfabriek zijn we mogen gaan deelnemen. En hebben jullie achteraf veel reacties gekregen? Enorm veel. Mensen van zelfs Nederland, Duitsland, die ons gecontacteerd hebben om een optreden te komen verzorgen. Mm-hmm. Die via de gemeentediensten bij ons probeert hebben van ons te bereiken en ons ook bereikt hebben. En met veel plezier gaan we natuurlijk dan ook optreden. Ja, nu, het is helemaal niet te verwonderen, want ze hebben het daar ook fantastisch gedaan. 4:00 's ochtends in Olen. Zoals gewoonlijk is het er erg druk. Het Olens Tiroler Orkest vertrekt op uitnodiging van de Duitse televisie naar Bremerhaven. Onderweg wordt de tijd nuttig besteed met repetitie. De rit is lang, de sfeer optimaal. Alleen de allergrootste sterren treden op in Muzikantenstadel. Elk programma wordt in Eurovisie uitgezonden en gevolgd door ruim 20 miljoen kijkers. André is al bezig met zijn repetitie. Onze jongens
met hun kleren. Dat is de einde vloeren, hoze over, de einde lederen hoze, hè. 14 uur 20. Tijd voor de eerste repetitie. Wij komen in groepen in een trianon aan. En wanneer is onze groep achter die van, die dingetjes? De spanning en de zenuwen nemen duidelijk toe. En dan geeft de regisseur het teken. Blauwe jongens, achtung! Los! Daar gaan ze. Bijna allemaal in dezelfde richting en ongeveer in dezelfde toon. Ingetrokken, borst vooruit, het klinkt veelbelovend. Begint de presentator een vlotte babbel. Wie heißt der Ort in der Nähe von Antwerpen? Dat is Olen, een kleine Gemeinde. Olen? Olen, ja. En wie Olen? Na de geslaagde repetitie bereiden de Olenaars zich ernstig voor op de rechtstreekse televisieuitzending. Ondertussen begeeft de voltallige bevolking van Olen en omstreken zich naar Café Den Hertog om tezamen deze historische avond te beleven. De echtgenotes zitten op de eerste rij. De mannen zitten met hun gedachten duidelijk bij het thuisfront in Olen. Om 20 uur gaat de rechtstreekse uitzending van Muzikantenstadel van start. André Rieu, de Nederlandse violist, verzorgt het voorprogramma. Het Olens Tiroler Orkest begeeft zich rustig en gedisciplineerd naar het podium. In Café Den Hertog neemt de ambiance met de minuut toe. In Bremerhaven is de Nederlander aan zijn allerlaatste maten bezig. En dan, voor half Europa en de gemeente Olen en hun madammen, het enige Vlaamse Tiroler orkest met wereldfaam. Olen glundert van trots. De stadhalle van Bremerhaven staat op zijn kop. Nationen mit dabei gehabt und mit dieser Musikkapelle zum ersten Mal Gäste aus Belgien. Herzlich willkommen! Das ist eine Blaskapelle aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Antwerpen, der Stadt Ulm. Weiter, jetzt aber die Frage, wie seid ihr überhaupt heute zum Musikantenstall gekommen? Das ist eine kleine Geschichte. Ja. Wir hatten einen Traum. Einen Traum? Ja. Und um diesen Traum zu verwirklichen,
hebben we een Belgisch Fernsehprogramm contactiert. Ja. Das heißt die Träumfabrik. Die Traumfabrik, ne? Und wir sind stolz, dass wir heute dabei sind hier in Bremerhaven. Und ich würde sagen, auch wenn wir schon ein bisschen Verspätung haben, einen Gruß in Belgisch, in Flämisch, in eurer Heimatsprache an eure Zuschauer zu Hause. Okay, Menschen in Oran allemaal, we hebben ons fantastisch geamuseerd. En om naar me toe leuk vonden, blijven we nog een dagje langer. Hè? Dus verwacht eens vandaag van dit, maar we blijven nog een beetje. Dat die Wouter heeft die aanzaak. Zijn is de golden dat wiedersehen, bestimmt das nächste Mal. Servus für Gott und auf Wiedersehen, wenn die Musik spielt auf ihrem Saal. Servus für Gott und auf Wiedersehen. Begonnen, zet ze dan maar even weer langs de kant. Maar wij zitten ondertussen in de telefooncentrale om eens te kijken hoe het hier gaat. En het was hier heel druk in ieder geval. U dacht misschien zo net van, dat is getruckeerd. Al die telefoons beginnen meteen te rinkelen, maar het was wel echt waar. Hoe zit het bij jou voor de spelotheek, Chris? Wat is er al binnengekomen? Ja, er is al een blokhut binnengekomen. En er is ook een iemand die zijn kelder helemaal vol onder water staat. En die had graag al het speelgoed eruit gekregen. Dat is wel leuk. Ik heb hier nog een hele lijst. Want kijk eens hoeveel er al zijn binnengekomen. Je mag bij iemand uit een catalogus voor 12.000 frank speelgoed voor motorisch gehandicapte kinderen uitzoeken. Dat is toch ook wel leuk. We hebben voor jou zandbakken, fietsen, schommels, trampolines, een luchtkasteel, weet ik veel wat allemaal. We hebben dus al heel veel voor jou binnengekregen. Renilde, hoe zit het bij jou? Oh, Sabine, dat gaat hier heel goed, hè. We kregen hier een telefoontje van iemand en die stuurde ons een foto op van een mevrouw op de motor die juist moest gaan bevallen. En heeft ze dat op die motor dan gedaan? En zij is op de motor naar het moederhuis gereden. Ah ja, maar niet bevallen toch? Nee, gelukkig niet. We hebben er voor jou ook al heel, heel, heel veel binnengekregen, Renhilde. Je hebt in totaal al meer dan 3000 foto's, denk ik, van zeer uiteenlopende modellen. Iemand die zijn huwelijk volledig op de motor heeft gedaan en daar foto's van heeft. Zeer oude foto's ook van vorige eeuw, als je die zou kunnen gebruiken. Ja, ken jij Jan Olieslagers? Bij mij niet bekend. Nee, wel, dat moet een zeer oude wereldkampioen ooit geweest zijn. En daar hebben we ook foto's van. Fijn, in ieder geval. Prima. Er komen heel, heel, heel veel telefoontjes binnen. Ik wil er u toch ook even aan herinneren, heeft u een oproep die u een der komende weken bij ons wil komen doen? Dan kan u ook nog altijd tot 10 uur bellen naar 070-344-566. We voeren ook elke week hier in de studio een wens van iemand uit. En vandaag is dat die van Hilaire Sanen. Welkom, Hilaire. Goedenavond, Rani. Wat is precies jouw droom? Wel, wij zijn een groep klasgenoten, of beter gezegd gewezen klasgenoten, want we hebben met z'n allen dit jaar de gezegende leeftijd van 40 jaar bereikt. Proficiat, Hilaire. En dat hebben we... Dank u. Jullie hebben dat al gevierd, geloof ik? We hebben dat zeer uitvoerig, zeer uitbundig gevierd, beter gezegd, inderdaad. En wat willen jullie nu doen? Wel, die droom, onze collectieve droom, heeft alles te maken met een beest. Een beest, een kameel namelijk. Ja. De fameuze Soubry-kameel. En ben jij dat blond kereltje daar? Dat was ik, maar dan wel inderdaad in een uitvoering van 35 jaar geleden. Dus jij wil dat nu nog gewoon eens overdoen met het volledige eerste leerjaar? Dat zouden we heel graag nog eens willen overdoen. Wel, dat kan geen probleem zijn, want we hebben namelijk een eigen kameel. Onze droomfabriek-kameel. Ah, fantastisch. Volgens mij is dat dezelfde. Identiek dezelfde. Zie je zijn ogen.
Hij ziet er ook niet meer zo jong meer uit, nee, hè? Zeg, weet jij nog hoe je daar opgeraakt op zo'n ding? Helemaal. Dat zou het echt niet weten. Nee. Wel, ik eigenlijk ook niet. Maar ik stel voor dat we er misschien een laddertje of zo bij roepen. Ja. Laten we het eens proberen. Dat is denk ik wel de eenvoudigste oplossing. Je hebt dat nog gedaan, Helene, dus het kan geen enkel probleem zijn. Ja, zie je wel. Nu, met levende dieren in de studio weet je nooit, dus ik geef jou alvast maar jouw beertje. Dank u, van harte bedankt. Hier van alles gebeurt. Wij hebben jou al op de kameel, dat is al veel. Ik stel voor dat we er de rest misschien bij roepen, al die andere jongens en meisjes van het eerste leerjaar van de gemeenteschool van Veerle. En wat zijn ze toch stil vandaag. Ziet er al goed uit. Zal een mooi plaatje opleveren. De kameel heeft nog niet echt uitgemaakt waar hij positie zal nemen, maar dat zal zo meteen wel komen. Nu, het zou al een mooi plaatje opleveren, maar een klasfoto zonder leraar en lerares, dat kan toch eigenlijk niet, hè? Misschien herkennen jullie ze nog wel. Hier zijn meester Staf en juffrouw Adrienne. Ziezo, het eerste leerjaar is volledig. De fotograaf neemt zijn positie in. Ik stel voor dat we aftellen voor de big smile, toch wel? 3, 2, 1, cheers! Ik wou alleen maar dat ik hier ook 4 lachende gezichten kon hebben. En ik hoop dat alleen maar naar de Droomfabriek komen ook al leuk was. Want er kan natuurlijk maar 1 van deze 2 koppels de reis naar Kenia winnen. En we gaan er niet te lang over doen. We gaan gewoon meteen de derde vraag stellen. Hoeveel procent van de door ons ondervraagde Vlamingen droomt ervan met een Formule 1-wagen te rijden? Iemand te meerijden, ja, met een bekwaam chauffeur. Maar ik zelf, dat zou niet gaan, denk ik. Niet durven. Niet durven. Ik ben er bang van. Als ik zelf mocht me rijden, misschien wel. Ik zou het wilde, maar dan met mij rijden niet. Het mag tamelijk snel gaan, denk ik, ja. Ik heb wel hoogtevrees, maar niet in de auto, toch niet? Zou ik willen dat ik dat nog kon. Ik ben altijd vrachtwagenchauffeur geweest. Oei, oei. Dat is straf, hè? Nee, denk niet dat het voor mij is. Ik zou er misschien niet kunnen, mijn grootte, mijn postuur. Ik weet niks, zouden wij moeten wringen, lekker naar paling, denk ik. Het trekt, trekt. Ja? Ja, en Koen Wouters naar van mij, ja. Bah ja, als ik een levensverzekering bij heb. Gelijk de mannen, 300 zo, hè. Ja, ja. Ik ben gewoon van 200 te raden, dus. Oh, trek, hè. Ik heb schrik. Ja? Hoe rap durf? Oh, ik zelf rij rap genoeg. Ja, maar toch, je mocht zelf rijden. Ja, ja, dat kennen we. Als er een man bij hen zit, die geeft je stuur af. We gaan het misschien eens vragen aan de enige man die er nog staat. Aldo, zou jij dat graag eens doen met een Formule 1-wagen? Italianen houden toch van snelheid, kom aan. Wat denk je, Els? Is dit voor hem? Ja, ik denk het wel. Maar het gaat natuurlijk niet over wat jullie zouden willen, maar wat vinden de door ons ondervraagde Vlamingen ervan? Ja. Hoeveel procent? 53. 53 procent. Ja. Jullie mogen er nog op terugkomen. Jullie zijn het eens. Zeker? Ja. Het zal mij benieuwen. Simon en Noëlla. Zeg, je moet zo niet in mekaars oor fluisteren. Ik wil dat toch wel allemaal horen, hoor. Wat denken jullie? Minder. Minder dan 53 procent. Jullie hadden 53 gezegd. Jullie zeggen minder. Spannend, hè? Want het is meer. Het is 59 procent. Dat betekent, Simon en Noëlla. Het is altijd jammer om afscheid te moeten nemen, natuurlijk. Aldo, Els, proficiat, want jullie winnen een
We hebben dus al een gelukkige winnaar, maar ik denk dat er thuis toch een paar met die identiteitskaart zitten te beven. Want had u thuis al de H en de G, kom nogthans niet uit West-Vlaanderen, dan maakt u zeer veel kans met deze derde letter. Het zal mij benieuwen. Ik heb hier een geheim nummer dat ik u zo meteen ga geven. Als die derde letter ook overeenkomt met uw naam, voornaam of woonplaats, dan moet u zo snel mogelijk bellen naar, wacht, even kijken wat het wordt, T... S-S-S, ja! We hebben de derde letter. Ik hoor al iemand in de zaal juichen, maar het is voor u thuis bedoeld. Heeft u de H, de G en de S? En ik zeg er nog één keer bij, is zoals bij mij uw familienaam De Vos, dan moet het de D zijn die op uw identiteitskaart staat. Bel nu naar 070-233-997. Ik ga het nog één keer zeggen. 070-233-997. En dan heb ik u misschien straks aan de lijn. We hebben net gehoord hoeveel mensen er met een Formule 1-wagen zouden willen rijden. Maar er zijn nog rappe machines die tot de verbeelding spreken. En vooral tot die van Edwin Goossens. Is het niet, Edwin? Ja, ik zou graag eens offshore gevaren hebben. Offshore? Wat moet ik mij daar precies bij voorstellen? Offshore is de Formule 1 van de watersport. Ja, en zijn dat zo van die platte, heel vlugge boten? Dat zijn van die heel vlugge boten die tot een topsnelheid halen van 250 per uur. Dat zijn ook die, als ik mij niet vergis, die van prinses Caroline van Monaco een weduwe gemaakt hebben. Ja, die hebben daar een weduwe van gemaakt. Ja, en wat vond jouw vrouw van zo'n gevaarlijke droom? Die moest ik daarbij neerleggen. Ah, dat zit zo bij je thuis. Wel, Edwin was misschien al tevreden geweest met een kijkje achter de schermen van zo'n race, maar de Droomfabriek ging natuurlijk nog een stapje verder. Oostende, een zondag in september. De rust is voorbij, want vandaag zijn het de wereldkampioenschappen offshore racen. Ik heb geen stempel, maar ik ben uitgenodigd door het Jolly-team. Ik heb daar een kaart van. Oh ja, oké, dat is geen probleem. Oké, dank u wel. Edwin kan het goed uitleggen. Hij mag binnen in de wereld van de snelle boten en de mooie meiden. Dank u wel, Marie. We heten u van harte welkom. Wij zouden u graag op een VIP-boot plaatsen, zodat u de race kan volgen van dichtbij. Ja. Edwin wordt door de organisatoren flink in de watten gelegd. Iedereen begeeft zich naar de startplaats, ook Edwin, die de race in optimale omstandigheden zal kunnen volgen. We tosten op de wedstrijd en we hopen dat Jolly een podiumplaats bereikt. Uitzonderlijk hebben de besten vandaag niet gewonnen. Van het Jolly-team geen spoor op het podium. Maar toch wacht Edwin nog een flinke verrassing. De VIP-boot brengt Edwin naar de enige Belgische offshore racer, Dirk De Pauw, de stuurman van het Jolly-team. Hoe was de race? Fantastisch gewoon. Ja, was geweldig gewoon. Snel genoeg. Snel genoeg, ja. Zouden we een keer onze boot te proberen, hè? Als dat mogelijk was, zouden we dat eens graag doen. Jawel, maar dan moeten we eerst een test afleggen. Een skillpad-test. Een keer in het zwembad, een keer erin duiken. En zie dat je niet verdrinkt natuurlijk. Dat ook. Oké, straks, het zwembad. Ieder jaar opnieuw moet elke offshore racer de fameuze schildpadtest afleggen. Om te bewijzen dat hij zich kan redden uit een gekantelde boot. Edwin is er niet gerust in. Maar het had een behoorlijke mond.
Ja, ja. Voor het niet ademen, dat is ja. Wel zelf een test. Ja. En 20 seconden, dat is klaar. Everybody ready? Ready, go. Kev, go. Voor de volgende etappe en dat is een rietje met de afzonderlijk van Dirk Schust. Exclusief voor Edwin wordt de 14 meter lange boot opnieuw te water gelaten. Het gevaarte weegt niet minder dan 5 ton. Voilà. Voilà. Dat is het. Je hebt een band en moet de nek neerzetten. Deze schoenen, dat gaat niet aan. Handschoenen wel, hè. Ja. Jongen. Ondanks een licht aankomend buikje, zit het pak van Dirk de Pauw Edwin als gegoten. Waar schiet je van, zeg ik? Dat erin gaat. Ah ja. Edwin, I would like to propose you to Jacopo Karin. Yes. He's a throttle man of this boat. Yes. One of the best throttle men in the world. So he will guide you, I guess, in the boat. You have a safe ride. All right, thank you. Okay, dit is een zwemvest die je moet aan doen, een automatische zwemvest. Hoe dat ze werkt, kent ze zelf niet. Gelukkig weet Edwin het wel. Hoe werkt die? Eindelijk is het zover. Tegen 240 km per uur stuurt Edwin de raceboot over de Noordzee. Zal laten gaan met de droogfabriek als ze dit filmpje gezien heeft. Bedankt in ieder geval dat je erbij was. Ja. Edwin Goossens. Dank u. En wees maar zeker dat we de droom van Chris en Renhilde ook verwezenlijkt hebben. Ze hebben het hier ongelooflijk druk. Ik ga ze maar niet te veel storen. De droomfabriek heeft niet stilgestaan. En wat is er nog allemaal binnengekomen als ik begin met de spelotheek van Chris? Veel keukentjes, wastafeltjes, schommels, kangoeroeballen ook. Het is niet voor niets een droomfabriek natuurlijk. Heel veel beren ook. En mensen die ook heel leuke ideeën hebben doorgebeld. Je was zo druk aan het bellen, ik wou je niet storen. Bijvoorbeeld over een tafel gewoon een heel leuk gekleurd laken leggen. En je hebt al een huisje. Het hoeft dus niet veel te kosten. Ik vond jou in ieder geval een zeer bekwame telefoniste. Jij krijgt alvast een beertje. Dank je wel. Ik hoop dat je er blij mee bent. Enorm. Met alle reacties. Ja. Goed. Dank je wel. En Renhilde, we gaan eens kijken wat er voor jou nog is binnengekomen. Het eerste zwaantje in België is ondertussen al een flinke opa. Die heeft daar foto's van. Mag jij prachtig hebben. Er is ook iemand van een clubblad die heeft gebeld. Jouw oproep gaat daarin ook vermeld worden. Dus prima. Achteraf komt er dan nog wel heel veel reactie op. En we hebben ook iemand die meer dan 2000 foto's ineens heeft prachtig geschonken. Ik hoop dat je ook blij bent en jij krijgt prima van ons ook een meertje. Dankjewel, Sabine. En dan iedereen die beantwoordde aan de letters van het kijkerspel, de H, de G en de S, die zit nu waarschijnlijk zo van, ben ik de winnaar? We gaan het direct weten.
Want ik heb hem hier bij mij. De winnaar is geworden. Hilaire Smet uit Gent. En ik heb die nu aan de lijn. Dag Hilaire. Hallo. Ja, dag Hilaire. Goedenavond. Goedenavond. Je bent nu bij de Droomfabriek. Ja. En weet je waarom? Ja. Zeg het eens. Kenia. Kenia, ja, dat komt er heel vanzelfsprekend uit. Je weet ook wel wat je hebt gewonnen, hè, Hilaire? Ja. Vertel het maar. Je bent een beetje overdonderd, precies. Eigenlijk wel, ja. Ja, je hebt een 16-daagse reis naar Kenia gewonnen met alles erop en eraan. Proficiat. Dat is prachtig. Wie mag er mee? Mijn echtgenoot, uiteraard. Die staat daar al te huppelen of is die even kalm als jij? Die zit even verdwaasd als ik. Ah, oké, goed. Hilaire, ik stel voor dat we samen met jou en je echtgenote eens gaan kijken naar jullie fantastische reis in Kenia. Dag. Een unieke reis van 16 dagen in het exotische Kenia. Vanuit Brussel vertrekt u met een rechtstreekse lijnvlucht naar Mombasa. 8 uur later bevindt u zich al in het luxueuze Seven Palms Hotel, gelegen aan de Indische Oceaan onder een stralende zon. En natuurlijk staat er een 3-daagse safari op het programma. U verblijft in een exclusief tentenkamp onder de sterrenhemel van het indrukwekkende Tsavo-reservaat. Een onvergetelijke ervaring, een droom van een reis. Van de Droomfabriek natuurlijk. Het loont dus zeker de moeite om elke week weer opnieuw te kijken. Ja, we hebben hem in het begin van de uitzending al even gezien en misschien heeft u hem vannacht ook wel ergens gezien. Het is een druk gesolliciteerd man deze dagen, Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Dag. Welkom in de Droomfabriek. Dank u. Het zijn drukke dagen voor u, hè? Ja, druk. Veel werk, ja. Veel stress. Ik moet zeggen, vroeger was dat toch wel wat gemakkelijk hoor. Je ging gewoon je dak op, ja. Beschouwing, cadeautjes liggen tegelijk en dat is gedaan, man. En wat is er dan nu veranderd? Oh, die cadeaus zijn veel groter geworden. Veel eisende kinderen, hè? Het is hier zo koud, hè? Zo koud. Ja, waar u woont is het veel warmer natuurlijk. Oh, ja, waar ik altijd in Spanje was. Ja, wel voor één keer speciaal voor u zullen we het hier ook eens zo warm maken. Ja. Hier zijn heel speciaal voor u. Los Droomfabrikos. Por el